Een hele goede avond. Fijn dat u hier in de kerk aanwezig bent. Fijn dat u op afstand verbonden bent. Mooi om zo door de week een moment van bezinning te hebben. Om ons samen voor te bereiden op het avondmaal wat de Heer ons gegeven heeft. Ik hoop dat mijn stem het vanavond goed blijft doen. Ik weet niet of u het nu al kunt horen, maar mijn stem doet niet helemaal wat ik graag zou willen. Vanmorgen stond ik op en toen dacht ik, nou, ik ben benieuwd. Maar ik hoop dus dat mijn stem het vanavond volhoudt en we een goed moment met elkaar mogen hebben. Het is goed om met elkaar te zingen, te bidden, te lezen uit Gods woord en daarbij stil te staan. En laten we eerst maar gaan zingen. Psalm 22, vers 13 en vers 16. Zullen we eerst samen bidden. Heren, wij verootmoedigen ons voor uw aangezicht. Op deze woensdagavond, als we samen een moment stil zullen staan bij het heilig avondmaal, wat we komende zondag hopen te vieren, dan beseffen we wie wij zijn, heren. En ook al kennen we onszelf vaak niet tot op de bodem van ons eigen hart, u kent ons wel. En u weet, heren, dat er zoveel menselijks in ons is. En u bent God. U bent heilig. En u bent almachtig. En u ziet wie we zijn. En wij danken u daarvoor, heren, dat u ons ziet zoals we zijn. Dat we net als de discipelen die tijdens die eerste avondmaaltijd aan de tafel zaten, soms zo zwak zijn. En zoveel twijfel. Heren, u weet het. U kent onze zondige neigingen. En we hebben samen uw vergeving nodig. Of we nu weer in de kerk zijn, of dat we met elkaar op afstand verbonden zijn.
We hebben het werk van uw Heilige Geest nodig vanavond. Wilt u ons zegenen in het zingen, het spelen van het orgel, in het lezen, in het spreken? Heer, geef daar ook een stem voor. En geef dat het helder en duidelijk is, zodat we hierin thuis een moment hebben waarop we weer afgestemd mogen raken op u. En wij prijzen uw grote naam, dat we in alle rust en vrijheid hier bijeen mogen zijn, dat we uw woord mogen openen en dat komende zondag in alle rust en vrijheid de tafel gereed mag staan. En we brood en beker mogen zien, horen, proeven en beleven dat u, Heer Jezus Christus, uw lichaam en uw bloed hebt gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Heer, wij danken u met een ieder die ernaar verlangt om komende zondag dat weer te mogen gedenken. Wij danken u dat u dat in ons hart hebt gewerkt. Wat een zegen is dat. En geef dat vanavond dat vuur mag aanwakkeren. Het brandstof mag zijn. Om vol verlangen en vol dankbaarheid, vol verwondering, komende zondag het avondmaal te vieren. We bidden u tegelijkertijd ook voor diegene die ermee worstelt. Die worstelt met eigen onwaardigheid, met twijfel, met aanvechting. Heer, en ook de duivel zit in een week van voorbereiding niet stil. Heer, u kent onze twijfel en onze aanvechting. En we vragen u, wilt u vanavond ons helpen om het licht vanuit de schrift te zien op onze situatie? Heer, wij vragen normaal gesproken niet naar u. Wij zoeken u niet. Maar door uw geest wilt u werken in ons, zodat we u wel gaan zoeken. Maar Heer, daar waar twijfel is, wilt u daar doorheen breken en ons vertrouwen, ons geloof versterken. Heer, geef zo een goed uur met elkaar waarin we ons samen mogen verwonderen. Wij bidden u dat, niet omdat wij het verdienen, maar om Jezus wil. Amen. Laten we samen een lied zingen, een lied waarin we ook stilstaan bij het lijden van de Heer Jezus. Het is toch altijd bijzonder om het avondmaal te vieren. En dan zeker bijzonder als je het mag vieren in een periode waarin je ook in het kerkelijk jaar stilstaat bij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Laten we samen zingen, lied 153, vers 1, 2 en 5.
Zoals u weet lezen we in deze periode met elkaar het Markus-evangelie. Ik wilde ook vanavond graag een aantal versen lezen uit Markus 14, vers 22 tot en met vers 26. En terwijl zij aten, nam Jezus brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En zij dronken er allen uit. En hij zei tegen hen: dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Zingen we nu Psalm 32, vers 1 en 3. Thank you.
Na het amen van de overdenking zingen we met elkaar uit de bundel Weerklank het lied 149, vers 1 en 4. Jezus, leven van ons leven. Jezus, dood van onze dood. Gij hebt u voor ons gegeven. Gij neemt op u angst en nood. Gij moet sterven aan uw lijden, om ons leven te bevrijden. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Dat zingen we straks na het amen van de overdenking. En het thema van de overdenking is: niet gevraagd, toch gekregen. Niet gevraagd, toch gekregen. Wat dan? Nou, drie dingen: brood, beker en belofte. Dus een kapstok om te onthouden waar het vanavond over gaat. Nou, het brood, dat lezen we in vers 22. En terwijl zij aten, nam Jezus brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. De Heer geeft brood. Hij geeft ook de beker, vers 23 en 24. En hij nam de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zij dronken er allen uit. En hij zei tegen hen: dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. En als derde de belofte, dat is dan vers 25. Voorwaar, ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Niet gevraagd, toch gekregen, deze drie dingen. Beste broeders en zusters, u hier in de kerk, u op afstand verbonden. U weet dat ik aan het kennismaken ben met de gemeente, dat de weken 5 tot en met 8 een kennismakingsbezoek krijgen. En bij een aantal van u ben ik al wel op bezoek geweest. En dan weet u dat ik regelmatig deze vraag stel. En dat is de vraag: is het avondmaal voor u iets om naar uit te zien of iets om tegenop te zien? Ziet u daarnaar uit of ziet u er tegenop? En sommigen reageren dan gelijk duidelijk: daar zie ik naar uit. Ik verlang ernaar. Ik vind het zo'n voorrecht om bij brood en beker te beseffen dat wat de Heer Jezus voor mij heeft gedaan. Zo wordt er soms gereageerd. Soms ook met een zin erbij: dat was vroeger helemaal anders. Anderen reageren weer ook duidelijk, maar dan helemaal de andere kant op. Dat geeft strijd. Dat blijf ik moeilijk vinden. Er wordt er ook nog wel eens gewezen naar het verleden, hoe iemand opgevoed is. Je kunt er aan twijfelen. Sommigen zitten er ook tussenin. Ja, aan de ene kant, dan verlang ik er wel naar en weet ik dat het mag en dat de Heer mij nodigt. Maar soms kom ik naar de kerk met het avondmaal en dan denk ik echt, nou, dit is niet voor mij. Ben ik het nou waard om aan zijn tafel te zitten? En soms bij die ene psalm of tijdens de preek, dan kan ik toch niet blijven zitten en dan heb ik het nodig. En dan, nou, zo kan dat gaan. Dat soort antwoorden krijg ik. En ik weet niet precies wat voor u vanavond geldt. Of u gekomen bent met verlangen in uw hart, dat u al uitziet naar komende zondag. Dat u zegt, nou, vanavond weer extra voeding, om het komende zondag ook weer extra mooi en dankbaar in ontvangst te mogen nemen, het te beleven. Of u nu juist gekomen bent met uw twijfel en uw aanvechting, dat u zegt, ja, kan het voor mij eigenlijk niet. Misschien een beetje worsteling, een beetje zonde met dat wat je gekeken hebt en gedaan hebt. En het thema van vanavond is dan: niet gevraagd en toch gekregen. Heel veel facetten kun je uit dit tekstgedeelte halen, ook al is het maar kort. Maar vanavond wil ik allereerst even de vinger erbij leggen dat de discipelen helemaal niet vragen om dit. Ze vragen helemaal niet: zou u ons iets willen geven wat ons versterkt, waardoor we het volhouden? De Heer Jezus die vraagt ook niet zelf: discipelen, zeggen jullie eens wat jullie denken dat je nodig hebt? Nee. De Heer zegt: dit heb je nodig. Hij geeft het. Het begint bij het avondmaal niet bij wat ik vraag, wat ik nodig denk te hebben, maar wat ik waard ben. Of het wel voor mij is, of ik het wel verdien. Bij het avondmaal begint het hier
bij wat de Heer Jezus voor ons nodig vindt. Voor de discipelen die daar zitten, met al hun vragen en onbegrip. Niet gevraagd. Misschien heb je ook al er nooit echt om gevraagd. Wat heb je wel niet gekregen? De Heer wil je vanavond en komende zondag ook weer zoveel geven. En allereerst wil Hij dan brood geven. En om goed te beseffen wat dat dan weer betekent, gaan we met elkaar terug naar die ene laatste avond in Jeruzalem. De laatste avond van het leven van de Heer Jezus hier op aarde. Hij is daar samen met zijn discipelen in die opperzaal. En ze vieren samen die Pascha-maaltijd. En je weet waarschijnlijk wel, die maaltijd die heeft een vaste volgorde. Als iedereen zijn plek heeft ingenomen, dan wordt er zegen uitgesproken. Dan wordt er lofprijzing aangeheven op God. Wordt vaak een beker wordt er doorgegeven, dat is de eerste beker van de avond. En vervolgens wordt het eten binnengebracht. Stel je dat dus een beetje voor. Discipelen, ze liggen aan. De lofprijzing heeft geklonken. De beker is al rondgegaan. Het eten komt binnen. En als je dat eten vanavond zou zien, dan zou je in dat eten al iets zien van Egypte. Van het bittere, van de ellende waar de Heere God hen uit bevrijd heeft. Dan zie je bittere kruiden. Bitter, waarom? Nou, om even te proeven hoe bitter het wel niet was daar in Egypte. God heeft je uit de bitterheid gered. En die gestampte vruchten die daar liggen, waren gestampt. Heeft waarschijnlijk alles te maken met de klei die gebakken moest worden. Er moest geslaafd worden, hard gewerkt. En het lam wat je ziet liggen, is klaar om te eten. Herinnert aan dat bloed op die deurpost. En het lam wat tijdens die uittocht gegeten werd. En dan zie je ook nog dat ongezuurde, dat platte brood. Niet gerezen, want ze moesten het met haast eten. Het herinnert aan Gods verlossingswerk uit het verleden. Hoe zwaar het was, waar God je uit gered heeft. En als het dan zo daar stond, hè, zie je het je voor je, dan gingen de mensen niet gelijk eten. Want eerst vertelde de gastheer dan altijd hoe God het volk had gered uit Egypte. Elke keer moest je weer horen hoe God het volk had gered uit Egypte, ook al was het al 100 jaar geleden, of 1000 jaar, of nog veel langer. Keer op keer weer horen hoe God het volk verloste. Als dat gebeurd was, dan werd er gezongen, de tweede beker werd doorgegeven en er werd gegeten. De gastheer sprak de zegen uit en er werd gegeten, maar de Heer Jezus heeft tot op dat moment van die laatste avond van zijn leven, heeft hij de vaste volgorde van elke keer heeft hij aangehouden. Maar dan valt in één keer iets op. Als hij het brood pakt en het breekt, dan zou er normaal gesproken zoiets gezegd worden. Dit is het brood van de verdrukking, wat onze vaderen aten in Egypte. Het brood van de verdrukking. Maar wat zegt de Heer Jezus? Hij breekt het brood en hij zegt, dit is mijn lichaam. Het welk voor u gebroken wordt. In één keer gebeurt er iets wat normaal gesproken nooit gebeurde. De discipelen, ze hadden daarvoor wat ruzie gemaakt, wilden elkaars voeten niet wassen. Ze zullen denk ik gelijk bij de les geweest zijn. De anderen, dat kenden ze wel. Maar ineens doet de Heer Jezus iets aparts. Dit is mijn lichaam. Dit ben ik. Dit is mijn leven. Natuurlijk niet letterlijk, maar de Heer Jezus die bedoelt daarmee. Dat brood, dat verwijst naar mijn lichaam. Neem, eet, gedenk, geloof. Geeft de Heer Jezus niet eerst wat meer uitleg? Nee, in één keer tijdens die maaltijd breekt hij dus in en ziet hij de discipelen voor zich zitten, die met elkaar bezig zijn met allemaal hun eigen gedachten. En de Heer Jezus die vraagt niet eerst, willen jullie dit wel? Leeft er op de bodem van jullie hart een verlangen om dat nou eens dieper te beseffen, wat ik ga doen? Vraagt hij niet. De Heer Jezus die zegt, dit heb je nodig. Dit is wat ik jullie geef. Ik vind dat discipelen in hun angst en twijfel en zorgen en hun eigen gedachten, dat ze dit nodig hebben. Is toch mooi? We hoeven vanavond niet te beginnen bij ons eigen gevoel. Verlang ik wel genoeg?
Denk ik er wel genoeg aan? Denk ik wel genoeg aan de Heer als ik aan de tafel zit? Maar speelt dat geen rol dan, zegt er iemand? Je moet toch ook het beleven en het op waarde schatten? Ja, dat klopt. Maar het begint in dit gedeelte dus niet allereerst met mijn verlangen en mijn gevoel. De Heer is altijd de eerste en ook hierin, zelfs in het avondmaal, is Hij de eerste. En als je dan vanavond zit en moet zeggen, ja, ik worstel er wel eens mee. Of ik zelf wel waard ben om aan tafel te gaan. Ik voel me vaak zo'n discipel. Je voelt je schuldig in jezelf. Nou ja, juist doordat je dat brood aanneemt, erken je dat. Want op het moment dat je dat brood komende zondag aanneemt, dan beleid je daarmee, Jezus' lichaam moest verbroken worden voor mij. Als je aan de tafel gaat, dan beleid je daarmee niet, ja, ik ben toch zo goed. Nee, je beleidt daarmee juist, ik ben dood en ik ben schuldig. Jezus moest zo diep lijden. Maar ik beleid daarmee tegelijkertijd dat Hij het heeft gegeven. Hij geeft in zijn liefde zijn lichaam. Hij laat het verbreken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En zo geeft de Heer ons voeding. En we kunnen het soms wel eens met elkaar hebben over groei in het geloof. Hoe doe je dat? Je kunt het soms wel eens hebben over dat het dieper komt. En wat kun je jezelf soms teleurstellen. Maar de Heer zegt, dit is voeding. Dit wil ik je geven. Het is eigenlijk maar een klein stukje brood, het is maar een stukje. Maar je hebt voeding nodig. Misschien is er vanavond ook wel iemand die zegt, ja, ik vier het eigenlijk al zo lang. En ja, weet je, als ik, ja, volgens mij, als ik het een keer zou missen, dan ja, weet ik niet of mijn geloof nou echt verandert. Dat kan. Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik hoop dat u elke avond eten hebt. En wij kennen dus niet echt de honger. Maar laat maar eens een paar dagen je eten staan. Dan krijg je honger. Kijk, zo kan het met avondmaal ook zijn. Dat als je het op een gegeven moment laat staan, dat je dan weer gaat missen. Oh, dit is het. Dit heb ik nodig. Maar de Heere God, die geeft het dus als voeding. Hij zegt niet allereerst, ik geef het je als jij het wilt. Maar dan krijg ik het je aan, omdat ik vind dat je dit nodig hebt. Dus ontvang het ook komende zondag zo. Als u gezegend avondmaal wil vieren, ontvang het als die voeding die de Heere nodig vindt voor u, voor jou. Om daarmee ook de band te versterken. Niet gevraagd, toch gekregen, het brood. Het lichaam van Christus. Maar ook de beker. De beker die ging 4 keer rond. De eerste keer, tweede keer, de derde keer. En als de Heer Jezus het avondmaal instelt, dan is dat de derde beker. De derde beker die rondgaat, waar iedereen uit drinkt. En ook dan gaat het ineens weer anders dan dat ze altijd gewend waren. En zegt de Heer Jezus ineens, dit is mijn bloed. Bloed is leven. Jezus zegt daarmee, ik geef mijn leven. Ik vraag me best wel af als ik dit lees, zouden de discipelen het al begrepen hebben? Zouden ze beseft hebben wat de diepgang hiervan is? Ik denk het eigenlijk niet. Maar de Heer Jezus wacht niet tot ze het begrijpen. En vraagt niet nog eens een keer, snappen jullie het nu wel? Nee, Hij geeft het. En Hij zegt, neem. Drink allen daaruit. De Heer Jezus, Hij geeft zijn bloed. Om ons het leven te geven. Hij geeft zijn bloed. En daarmee mogen we proeven. Hij heeft ons duur gekocht. Kijk, de Heer Jezus die heeft ons niet willen bevrijden en willen verlossen door een uurtje van zijn tijd te geven. Door een paar jaar gewoon heel goed zijn best te doen. Nee, onze Heer Jezus Christus ging zo diep dat Hij zijn leven gaf. Zijn bloed liet vergieten op Golgotha, maar Hij liet het ook al stromen daar in Gethsemane waar Hij diep moest lijden. Als we de beker en het cupje in ons geval, dit moment, als je het cupje tot je neemt, dan proef je daarin iets. Want dit was nodig. Zoveel heeft de Heer Jezus voor mij overgehad. En als je het ontvangt, dan hoop ik dat je het doet met een hart van, het is kostbaar. Het is in principe gewoon wijn. Maar het beeld erachter,
dat Jezus dat voor mij over had. Ja, dat wil je toch niet missen? Wil je gezegend avondmaal vieren? Dan mag je beseffen dat de Heer Jezus zijn leven voor je wilde geven. Kijk, stel je voor dat je een bloeddonor nodig hebt. En een vriend van je, die heeft blijkbaar de match en die geeft dan bloed. Hè? Dat is al bijzonder. Maar stel je voor dat je een unieke bloedgroep hebt en dat alleen, nou, Rutte, minister-president Rutte, dat zijn bloed, dat matcht met jou. En hij geeft zijn bloed. Nou, dat is al bijzonder, toch? Dan komt er in het nieuws. Maar Jezus Christus, Gods Zoon, die uit de hemel kwam om je te redden, die gaf zijn bloed voor jou persoonlijk. Zo uniek en zo genoeg. Al die jaren werden er lammetjes geslacht. Het bloed van dat lammetje daar, met die laatste avond, laatste Pascha, eerste avondmaal. Er zoveel lammetjes. Het was gevloeid bloed. En de Heer Jezus zegt, ik geef mijn leven, ik geef mijn bloed. Ja, maar hoe weet ik of dat voor mij is? Misschien worstel je daar wel eens mee. Die beker, hè? Ik wil het wel op waarde schatten, maar soms blijft het zo op afstand staan. Dan is het mooi om te zien dat er in Marcus nog wat bij staat in vers 24. Dat er als het ware iets staat over het verbond. Kijk maar mee. En hij, Jezus, zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt. Een nieuw verbond. Heer Jezus die zegt, ja, er was een oud verbond, maar er is een nieuw verbond. Het oude verbond, dat was met Israël. En nu het nieuwe verbond, dat is met alle naties. Kijk, als er een nieuw verbond komt, zoals het hier staat, dat betekent dat het oude blijkbaar niet goed genoeg meer is, of dat er iets mis is. Wil je begrijpen wat het betekent, moet je eigenlijk terug naar Exodus 24. In Exodus 24, daar wordt een verbond gesloten. En daar sprenkelt Mozes bloed over het volk. Als een teken, er is een verbond gesloten tussen de Heere en tussen jullie, tussen de Heere, jullie en de Heere. Maar het oude verbond, er is zoveel mis. Er is een nieuw verbond nodig, een nieuwe verbondspartner dan Israël. Wij dan? Nee, wij ook niet. Maar de Heer Jezus wel. In Exodus 4 wordt het volk Israël de Zoon van God genoemd. Maar die Zoon van God faalt. Hier komt de Zoon van God, Jezus Christus. Hij wordt de verbondspartner met zijn Vader. En hij geeft ons het nieuwe verbond. Hij sluit een verbond dat niet meer te verbreken is. En ik ben arm. Ik ben iemand die onder het oude verbond geen rechten zou hebben. Ik ben iemand die zo vaak mijn belofte breekt. Misschien zit je hier met schuld, met twijfel in je hart. Dan zeg je, waarom lukt het me niet om God nou meer te dienen dan ik nu doe? Waarom worstel ik nou zo vaak? Het is het nieuwe verbond in mijn bloed. Ik onrein. Hij rein. Ik arm. Hij rijk. Maar we ruilen om. Jezus Christus, hij gaf zijn bloed. En dan staat in onze tekst, voor velen. Niet voor een enkeling. Niet voor één iemand die hier vanavond aanwezig is of meekijkt. Maar voor velen. Als je vanavond twijfelt en zegt, kan het wel voor mij? Waarom staat het zo op afstand? Zie dan eens dat Jezus Christus je iets geeft waar je misschien niet om gevraagd hebt. Maar hij geeft het je wel. Hij zegt, dit heb je nodig. Besef komende zondag dan nog eens. Als je aan de tafel van de Heere zit. Wat de Heer Jezus Christus wel niet voor je overgehad heeft. Zo slecht ben je. En zo genadig is Hij. Verwonder je over wie Hij is. Verwonder je over wat Hij geeft. Het brood, de beker, maar ook de belofte. Die beker ging 4 keer rond. De eerste keer was het de beker van de heiliging. De tweede keer de beker van de plagen. De derde keer de beker van de dankzegging. En dat is dus de beker waarbij de Heer Jezus dus zegt, dit is mijn bloed. En de vierde beker is de beker van de aanneming en de lofprijzing. Maar het aparte is, als je de evangelisten volgt, dat je die vierde beker niet tegenkomt. Daar lees je niet van. Apart. En dan zegt Marcus, die zegt dan in vers 25, voorwaar, amen, met nadruk, ik zeg u,
dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Totdat. Er zit een totdat bij het avondmaal. De Heer Jezus die drinkt het hier. De laatste keer. Totdat ik het nieuw zal drinken als het koninkrijk in volmaaktheid aanbreekt. En daarom lijkt het wel alsof die vierde beker, als het ware niet genoemd wordt, als teken van... Maar besef je wel, als je het avondmaal viert, dan vier je het totdat. Totdat de Heer Jezus het niet met dat kleine groepje discipelen viert. Maar totdat het als het ware gevierd wordt met die menigte die niemand kan tellen. Het avondmaal bepaalt ons erbij dat de Heere God, dat Hij ons zo lief heeft, dat Hij ons nu vergeving en verzoening aanreikt. Maar dat Hij ons ook belooft, er komt straks een tijd waarin God alles zal zijn en in allen. Nu zitten we daar komende zondag, we horen het woord van God, het komt op ons af. Het zegt tegen ons hoe schuldig we zijn, het spreekt ons vrij. En in het brood en in de wijn proeven we en zien we wat de Heer ons geeft. En daarin proeven we een voorsmaak. Hij belooft ons dat er een toekomst komt vol van hoop. Volmaakt en goed. Aan de tafel beseffen we weer. We zijn niet zomaar alleen maar verbonden met elkaar. En aan de tafel dan beseffen we, het is niet zomaar even iets met Christus. Het is echt een verbondenheid. Het is nu nog... Zoveel gebreken, zoveel twijfel van onze kant, maar het gaat heen naar het volmaakte. Heerlijk toch? Daar mogen we naar staan. Misschien begrijp je nog niet alles. Misschien zeg je, hoe zit dat dan allemaal precies? Kijk eens naar de discipelen. Zouden zij het echt allemaal al begrepen hebben? Zouden zij al helemaal door hebben gehad hoe dat zit? Nee, laten we daarom bidden, als de Heer Jezus hier zegt... Totdat ik in het koninkrijk gekomen ben. Laat uw koninkrijk komen. Laat dat gebeuren in mijn leven. En laat er een verlangen zijn aan de tafel. Om eens bij Christus te mogen zijn in volmaaktheid. Zoals de Joden die verspreid zijn over de aarde. Ze samen de paaschamaaltijd vieren. Aan het eind zeggen. Volgend jaar in Jeruzalem. Zo mogen wij zeggen. Eens. In het nieuwe Jeruzalem. In het avondmaal krijgen we niet wat we hebben gevraagd. Nee, niet gevraagd. Toch gekregen. Brood, de beker en de belofte. Zalig ben je als je dat in geloof mag ontvangen. Je daardoor laat voeden. Want als de Heer Jezus Christus zegt, dit heb je nodig. Dan mogen we dat toch niet... te licht naar kijken. Laten we daarom zingen. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Die voor mij u hebt gegeven in de bangste zielennood. Opdat ik niet hopeloos zou sterven. Maar uw heerlijkheid zou erven. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen.
Zullen we samen danken en bidden. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Wat is het een wonder dat we terug mogen kijken op het leven en sterven van u, Heer Jezus Christus. Dat u het heeft volbracht, ondanks dat we het niet begrepen. Dat u zelfs ons tegemoet komt door uw woord en in het sacrament, in brood en wijn. Wij danken u, Heere, dat u dat nodig vindt voor ons. Dat dat voeding is voor onze ziel. Heere, wilt u geven dat we het ook zo mogen ontvangen. We kunnen soms zo met onszelf bezig zijn, onze worstelingen hebben. Heere, wij bidden u voor een ieder die toch altijd nog twijfelt, die aanvechting ervaart, die je niet aandurft. Omdat, Heere, u kent de redenen. En misschien zijn het ook goede redenen, Heere. U weet welke zondepatronen we soms aan de hand houden die niet passen. Wilt u ons daar helpen te breken? Wilt u helpen om op u te zien en om vanuit u te leven? Heer onze God, zegent u de kleingelovigen. Versterk wat u zelf heeft gewerkt. Heer, wij bidden u voor een ieder die verlangt en uitziet naar komende zondag. Geef, Heer, dat het brood en de wijn voeding mag hebben. En dat er uitgezien mag worden naar de belofte die u eens zult vervullen. Wij danken u, Heer, dat de toekomst in uw handen ligt. Dat we het zelf niet altijd weten, maar dat we mogen weten dat u altijd, elke dag met ons wilt zijn. En dat u de toekomst zal vervullen. We danken u, Heere, dat we in brood en wijn verbonden mogen zijn met u. En geef dat onze harten dan komende zondag ook open zullen staan. Ook voor diegenen die op afstand verbonden zullen zijn, die om gezondheidsredenen, wat voor redenen dan ook, er niet bij kunnen zijn, maar die het wel op afstand horen en iets van meekrijgen. Heere, zegent u ons allen. Zegent u ook de jongens en meisjes, de jongeren, als zij het zullen zien, meemaken, maar nog geen avondmaal zelf vieren. Heer, geef dat ze een verlangen mogen krijgen. Omdat u in het avondmaal naar ons toekomt. Omdat u geeft dat we vergeving en genade mogen ontvangen. Geef, Heer, dat verlangen. Zegent u zo de voorbereidingen ook op de diensten van komende zondag. Geef dominee Van der Ree alles wat hij nodig heeft in het overdenken van de stof die hij wil bepreken en mediteren. Zegen de liturgie die gemaakt wordt. Zegent u het voorbereidende werk ook van de organisten. Ieder die een taak heeft in de diaconie, de koster. Ieder die zich bezig mag houden bij het goede verloop van de diensten. En geef dat het zo tot opbouw mag zijn van uw koninkrijk. Tot de eer en glorie van uw heerlijke naam. Heere, u kent ons met alles wat ons bezighoudt. Wij leggen het vanavond in uw handen. Weest u als de pottenbakker, kneedt u ons, vormt u ons en vult u ons dan tot uw eer. Neem genadig weg wat vanavond ook niet goed was en heilig wat wel goed was. In Jezus' naam, amen. Slotzang is een psalm. Psalm 116, vers 1, vers 3 en vers 7. En laten we dat ook samen staande zingen. Thank you.
Dan wens ik u verder nog een gezegende avond, een goede periode nog van voorbereiding en ook een gezegende avondmaalsviering komende zondag. Wel thuis.